De huisartsenpraktijken kampen met diverse uitdagingen in deze coronacrisis. Dit zei de voorzitter van de huisartsensectie van de Vereniging van Medici in Suriname, Mukesh Simbudat Pandey, vandaag in het programma ADV COVID-19 Update. De uitdagingen hebben volgens hem meer betrekking op het tekort aan medische verbruiksartikelen. Simbudat Pandey geeft aan dat de huisartsensectie van VMS reeds een lijst met de benodigde artikelen heeft ingediend bij de directeur van Volksgezondheid. Tot nu toe hebben de huisartsen bij mondjesmaat enkele beschermingsmaterialen ontvangen. In een normale situatie, en dat praat ik niet over een uitgebreide poli waarbij je 2, 3 verpleegkundigen hebt. Ik en mijn assistent, daar hebben we 1 mondkapje nodig per uur. Dus normaliter gaat de poli 3 uur open. Voor 3 uur heb je 6 nodig. Normale praktijk, 5 ochtenden, 3 middagen, dan zit je op 8 maal 6 is 48. Rond voor de makkelijkheid 50 van die mondkapjes hebt u nodig. Per week? Per week. Voor een maand, dat is maal 25. En dat moet je nog een keer 3 maanden. Want we zitten nu al bijna 3 maanden in de lockdown fase, kan je zeggen. Uitgerekend hebben we onze cijfers uitgezet. En u moet rekenen, er zijn 200 artsen geregistreerd bij ons, bij de vereniging. Dus dan heb je ongeveer 96.000 van die mondkapjes nodig. Dat is nog een beetje aan de lage kant. En we krijgen bij mondjesmaat wat kleine hoeveelheid. Als ik het goed heb, maar 10.000 gaat testen. Wat gebeurt met de rest eigenlijk? Die protective goggles, dat krijgen we, die chirurgie mondkapjes, hand sanitizer, rubbing alcohol. Simbudat Pandey hoopt dat met het geld dat vrijgemaakt zal worden via de pas aangekomen uitzonderingswet, deze tekorten ingelopen kunnen worden. We hopen dat er ook dat wij ook als burgerij ook een beeld krijgen wat met het geld zal gebeuren. Ja, ja. Want als wij nu al dus sinds het begin trekken wij aan de bel. Niet dat het ministerie niet luistert, zoals luisteren, maar vermoedelijk luistert men niet genoeg naar ons. Toen begrijpt u, want die roep blijft nog steeds van waar blijft ons protective gear? Yeah. Waar blijft het? Het blijft maar ergens hangen. Je krijgt handschoenen bijvoorbeeld, 5.000, 6.000, maar zo grote groep. Hoeveel kan je daarmee voorzien? Okay. Hoeveel kan je die mensen beschermen? Om praktisch voorbeeld te geven, u als reporter bijvoorbeeld, als u naar een oorlogsgebied zou gaan, gaat u zo bloed gaan? Nee. Kogelvrije vest, een helm. Ja. Wat gebeurt met ons? Okay. Mukesh Simbudat Pandey, voorzitter van de huisartsensectie van VMS. Hij sprak vanmorgen in het ADV-programma COVID-19 Update. Het programma wordt vanavond na het nieuws herhaald.